Roy Eftinger, kan jij hier winnen? In de proloog of in een van de etappes? In de proloog. Ik heb geen tijdritfiets, dus ik denk dat het lastig wordt. Die 4 kilometer moet voor een baanrenner toch ideaal zijn? Ja, de afstand ligt me wel, maar ja, zonder tijdritfiets verlies je toch wel gauw een paar procent. Hoe voel je? Hoe ben je in orde? Ik denk dat ik wel redelijk richting topvorm aan het werken ben. Dus... Afgelopen week nog een baanwedstrijd gereden, dat ging volgens mij ook wel goed. Ja, ja, inderdaad. Ik ben nu naar de European Games aan het toewerken, dus de vorm is aankomende. Zo'n proloog van 4 kilometer. Dat is wel mooi voorbij. Ja. Het waait hard, hè? Vrij hard, ja. Zeker. Wat voor invloed gaat het hebben vandaag? Heel veel, denk ik. Van, sommige mensen zullen misschien niet alles aandurven met wielen en dat soort dingen. En misschien dat niet iedereen op de weg blijft. Dus ja, we zullen zien. Is het dan niet ideaal dat je op een wegfiets start? Heb je net iets meer controle? Ja, misschien wel. Dat zal ik je vertellen aan het einde van de rit. Dankjewel, succes.